Vrienden en vriendinnen van het Zingen in de Zomer, hartelijk welkom bij deze tweede Zingen in de Zomer in de Bethelkerk van 2023. U hier in de Bethelkerk, mensen thuis verbonden via kerkomroep en binnenkort via het YouTube-kanaal van het Zingen in de Zomer. Hartelijk welkom. Wat een thema dit jaar, vindt u ook niet? Bij God telt iedereen mee. Bijzonder, hè? Als de Heere tegen je zegt, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Een naam, je bent geen nummer. Vrienden van Emmanuel, de twee gebroeders, zouden jullie mij even willen assisteren? Er is een prachtig telraam gemaakt deze zomer en dat ziet u hier staan. Fijn dat jullie het in de lucht willen houden, broeders. En nu mogen jullie op de eerste lijn drie balletjes naar rechts schuiven. Wij tellen vanavond 1, 2, 3. Had u vroeger ook een telraam? We kennen het van dat versje. Toen Jonas in de walvis zat van je 1, 2, 3. Dankjewel, mannen. Het getal 3 in de Bijbel. Waar zouden wij dan aan kunnen denken? God de Vader, de Schepper. God de Zoon, de Middelaar. God de Geest, de Helper, de Trooster. In Genesis 1, vers 13. Vinden wij voor het eerst het getal 3 in de Bijbel. En wel in verband met de derde dag. Het is de dag waarop het droge vanuit het water tevoorschijn komt. Wat symbool staat voor het opstandingsleven dat wij mogen ontvangen in Jezus Christus. Slechts vanuit dit opstandingsleven zijn wij in staat om te aanbidden, te dienen. En mogen wij de vreugde, de echte vreugde die van binnenuit komt, gaan ontdekken. Een hartelijk welkom ook aan de medewerkers van vanavond. Op het orgel Arie van der Vlist. Arie, wat zijn we blij dat jij er bent. Aan de vleugel Jaap Kramer. Jaap, hartelijk welkom. We kijken er naar uit, mannen. En dan ons Urker gemeentekoor Emmanuel. Onder leiding van Harm Hoeven. Koor en dirigent. Met hun bijzonder indringende, blijde manier van zingen. De meditatie wordt vanavond verzorgd, voor de eerste keer bij ons in het Zingen in de Zomer, door dominee J. Mengveld. Hij zal ons meenemen in dat bijzondere thema, het getal 3. Het getal van de vreugde. Fijn dat u meewerkt, dominee. Laten wij samen om een zegen vragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, Vader, dat u ons hier samenbrengt. Zingen in de zomer, onder dat machtige thema dat bij u iedereen meetelt. Ja, zelfs de mensen die wij wel eens afgeschreven hebben. Vader, vergeef dat ons. Wat een genade dat u ons allen en ieder persoonlijk in het oog heeft. Ontsteld. En dan zijn wij geen nummer.
En dat u tegen ons zegt, jij telt mee. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Dat is een groot wonder, dat mag blijdschap en echte vreugde geven. Vader, Zoon en Heilige Geest, wilt u zelf vanavond in uw drie-eenigheid bij ons aanwezig zijn en ons inspireren, in ons spreken, in ons musiciseren, in ons bidden, in ons zingen. Heer, Heilige Geest, God Almachtig, Gij die even gelijk, even eeuwig en van hetzelfde wezen zijt als de Vader en de Zoon, Gij die op een onuitsprekelijke wijze voorkomt uit beiden, Gij die op onze Heer Jezus bent neergedaald in de gedaante van een duif en op de apostelen als tongen van vuur. Wij aanbidden u, wij loven u, wij verheerlijken u. Neem van ons weg, zo vragen wij u, de duisternis van zondigheid en ontrouw. En ontsteek in ons het licht van de liefde en de barmhartigheid en het vuur van uw heilige liefde. Kom en schenk ons een voorsmaak van de echte vreugde, uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wens u een hele fijne zingen in de zomeravond toe.
Wij mogen met elkaar lezen uit de Bijbel, uit Handelingen 8 van vers 26 tot 40. En er staat boven Filippus en de kamerheer. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandakee, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet die wagen stilhouden. En ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Thank you.
de kamerheer. Hij vervolgde, hij reisde zijn weg met blijdschap. En dat gun je iedereen. Je weg gaan met blijdschap. En ongetwijfeld bent u allemaal blij dat u vanavond hier in de Bethelkerk zit. Maar het kan zijn dat er op hetzelfde moment in uw leven nog allerlei andere dingen aan de hand zijn die u heel wat minder reden tot blijdschap geven. En daarom gaat het vanavond over het vinden van blijdschap op de levensweg. Want bij God telt iedereen mee. Het thema van deze avond is het getal van de vreugde en het getal van deze avond is 3. Nou, nu heeft in Israël heeft het getal 3, het getal van de vreugde, te maken met het huwelijk, want men trouwde op de 3e dag, want op die dag sprak God 2 keer, het is goed. En nu wil ik u vanavond vertellen dat ook de blijdschap van de kamerheer uit Handelingen, waar we over gelezen hebben, het te maken heeft met huwelijksblijdschap. En wellicht bent u daar verbaasd over. Huwelijksblijdschap bij deze kamerheer. Want dan vraag ik u, wat is nu de diepste blijdschap van het huwelijk? Dat je iemand mooi vindt? Of dat iemand veel voor je doet? Of dat iemand je gelijk geeft? Of trots op je is. Of dat iemand een goed inkomen verdient. Allemaal natuurlijk niet. De diepste blijdschap van het huwelijk is dat je één bent. Dat je niet meer twee bent, zoals de Bijbel zegt, maar één. Dat je naar je man of je vrouw kijkt en weet, jij bent ik en ik ben jij. Als Adam in de Hof van Eden zich alleen voelt, dan maakt God een vrouw voor hem. Uit een rib. Een rib van hemzelf, een stuk van hemzelf. En als Adam wakker wordt en hij ziet Eva, dan is hij helemaal verrukt. Dan zegt hij, been van mijn been en vlees van mijn vlees. Maar hij bedoelt, jij bent mij. Je bent een stuk van mijzelf. Hij zegt niet, je bent mooi. Hij zegt niet meer, nu hoef ik nooit meer af te wassen. Hij ziet iemand en hij weet, deze ander is helemaal mijzelf. En er is nooit meer een man geweest die dat zo diep heeft kunnen zeggen dan Adam, want ze was ook werkelijk een rib uit zijn lijf. Dat is de grootste huwelijksblijdschap. Dat je één wordt. Dat je die ander ziet en dat je zegt, dat ben ik zelf. Ellie en Rickert, die zongen kinderliedje, één is God alleen. En 2, dat is het allereerste mensenpaar. En 3, dat is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Is het u wel eens opgevallen dat ze alle 3 één zijn? 1 is God alleen. En 2, het allereerste mensenpaar, die zijn ook 1. En de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn ook 1. En dat is waar het in de Bijbel om gaat. Dat we uitgenodigd worden om één te worden met God zelf. Dat is het grootste, het mooiste en het diepste geheim van de Bijbel. En de grootste reden om blij van te worden. En dan gaan we naar die kamerheer. Hij zit er op zijn wagen en hij leest Jesaja. Zouden wij zeggen, nou niet meteen de meest geschikte tekst om mee te beginnen als je nog helemaal niks weet. En dan leest hij daar ook nog in Jesaja die wonderlijke woorden. Hij is als een schaap naar de slachting geleid, zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dan zegt die kamerheer, dan komt hij met die nog eigenlijk wonderlijke vraag. Dan vraagt hij aan Filippus, over wie zegt de profeet dat? Over zichzelf? Of over iemand anders? Wat zat er in de gedachten van die kamerheer toen hij dit las en toen hij deze vraag stelde? Even over die kamerheer. De Bijbel vertelt het allemaal niet, dus ik vertel het maar even zoals ik denk dat het misschien gegaan is. Want wat is nou zo'n kamerheer?
Het staat er heel keurig. Kamerheer. Het is natuurlijk heel pijnlijk. Andere vertalingen zeggen een uineug. Iemand die ontmand is. Daar hebben we het liever niet over. Hij zelf trouwens ook niet. Ja, want hoe ging dat in die tijd? Ik denk zo. Waarschijnlijk was hij vroeger slaaf. Meegenomen ergens. Misschien wel verkocht. Toegevoegd aan de hofhouding van de koningin. En voor de zekerheid hadden ze maar even geholpen dat er niks verkeerd kon gaan. Maar wat doet hij? Hij werkt zich op. Hij doet zijn best. Hij wint vertrouwen. Hij wint aanzien. Hij krijgt een positie. Uiteindelijk wint hij het vertrouwen van de koningin. Deze man werkt zich er geweldig bovenop. Dat wat hij mee heeft gemaakt, dat ontluisterende, dat verdrietige, dat diep vernederende, dat probeert hij achter zich te laten. En hij wordt een hele heer, een kamerheer, een machtig man. Iemand die wat te vertellen heeft en iemand die wat kan. Maar van binnen blijft die vernedering. Van binnen blijft dat lege en dat eenzame. Hij zal nooit een man zijn van een vrouw zoals hij dat haar graag had gewild. Hij zal nooit kinderen hebben die zijn naam verder dragen. En die iets voor hem betekenen zoals alleen kinderen iets kunnen betekenen voor ouders. En zo is dit een rijke man, een geslaagde man en toch ook een eenzame, een verdrietige man. Een beschadigde man, die op zoek is. En die man op zoek leest Jesaja. En dan leest hij is als een schaap naar de slachting geleid. En waar zal hij aan gedacht hebben toen hij dit las? Zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Waar dacht hij aan toen hij dit las? In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal over zijn geslacht vertellen? Waar heeft hij aan gedacht? Toen hij dit las, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Over wie heeft de profeet het hier, denkt deze man. Hij denkt, dit gaat over mijzelf. De kamerheer doet dezelfde ontdekking als Adam in het paradijs, bij Eva. En dat mag Filippus, mag hem dat vertellen. Die kamerheer ontdekt dat diegene waar Jesaja over schrijft, dat ben ik zelf. Daar herken ik mij in. Dat is iemand die er ook geweest is, waar ik ook geweest ben. Die heeft meegemaakt wat ik ook mee heb gemaakt. Die weet wat het is om mij te zijn, want hij is het ook. En deze man zal nooit een bruid vinden zoals een andere man. Maar hij vindt in Jezus zijn bruidegom. En daarom reist hij zijn weg met blijdschap. Hij heeft dezelfde ontdekking gedaan als Adam. Ja, hij heeft nog een diepere ontdekking gedaan dan Adam. Hij heeft ontdekt dat in God zelf, in de Heere Jezus, heeft hij zichzelf herkend. Hij heeft ontdekt dat die Heer Jezus tegen hem zegt, ik ben jou en jij bent mij. Wij zijn één geworden. En dat is het hoogste huwelijk wat een mens kan vinden. Hij kon zijn geluk niet op toen hij begreep dat die bruidegom zijn verdriet heeft ondergaan om tegen hem te zeggen, ik ben jou en daarom ben jij van mij. En van daaruit, vanavond, voor ons, ook die belangrijke vraag. Reist u uw levensweg al met huwelijksvreugde? Hebt u de ontdekking gedaan van deze man? Hebt u de Heer Jezus Christus al leren kennen in de ellende van uw leven? Hebt u hem herkend in dat wat voor uzelf het moeilijkste en het diepste en het meest vernederende was? Hebt u zich al verbaasd? Bent u al verrast geworden met de Bijbel in uw handen, omdat u zag dat Jezus
uw ellende zich heeft aangetrokken, heeft opgenomen, heeft aangenomen. Omdat hij zo graag ook tegen u wilde zeggen, jij bent mij en ik ben jou. Want bij God telt iedereen mee. En ook u hier allemaal in de kerk. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, zich verloren voelt. Kun je daarvan zingen? Zing dan mee. Amen.
Ik mag u voorgaan in dankgebed en ik wil u vragen om samen met mij mee te bidden als één grote familie, het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Thank you.
wat fijn dat u hier vanavond was. Dominee Menkveld, dank voor uw gesproken woorden over die vreugde. Dat mag ons moed en vreugde geven. Het vinden van de blijdschap op de levensweg. Eén worden met God zelf. In de Heer Jezus één worden. Arie van der Vlist op het orgel. Jaap Kramer op de vleugel. Dank jullie wel voor de begeleiding. Wat hebben we fijn met elkaar gezongen. En dan het Urker gemengd koor Emmanuel. Onder leiding van Harm Hoeven. Harm, wat hebben jullie weer mooie liederen gezongen. Passend bij het thema. Ik kan wel uren naar ze luisteren. U ook? En dan mag ik u iets heel bijzonders vertellen. Een primeur die wij als vrienden en vriendinnen van het Zingen in de Zomer hebben gekregen. Emmanuel heeft een nieuwe cd uitgebracht. Samen met het orkest Ars Musica. Hier is die. Met prachtige liederen erop. Ik noem er een paar. Machtig God, sterke rots. Psalm 108. Een toekomst. Vol van hoop. Een echte aanrader. Fijn om mee te nemen naar huis. Al zingend in de auto op pad. Verkrijgbaar op het plein. Speciale aanbieding. Jubileum CD. €12,50. En een tweede CD erbij voor €2,50. €15. En pinnen is binnen. Ze staan op het plein. Hartelijk aanbevolen. En u allen hier aanwezig. Wat mochten wij heerlijk zingen vanavond. En dan gaat het zingen in de zomer door. Elke werkdag in het kerkje aan de zee van 14:00 tot 15:00. Met een afwisselend programma. En volgende week hier in de Bethelkerk op de woensdagavond. Zingen in de zomer met het medewerken van het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria en het christelijke gemeente Glorify uit Meppel, beide onder leiding van Jaap Kramer. Minne Veldman en Johan Bredewoud begeleiden dan en dominee Mark de Jager uit Dwingelo zou ons meenemen naar het getal 5. Het getal 5. Het getal van Gods trouw. Van harte welkom. Onze dames hebben buiten iets heerlijk voor u klaarstaan om te drinken. Ik zou zeggen, maak er gebruik van, praat nog even na. Zo mochten wij deze avond zingen en horen van de vreugde. Vreugde die van binnenuit komt. Wat is het machtig dat u in dat getal 3 volledig meetelt. 3 werd 1. Jij bent mij en ik ben jou. Neem die vreugde en die blijdschap die daarmee te vinden is, mee op reis, mee naar huis. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, heeft God u, jou en mij gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. U mag in hem het kindschap ontvangen. Kind. 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 Vader. Dan kunnen wij niet anders dan zingen, staande zingen, o liefde Gods, oneindig groot.